9 uur op de club zijn en je moest jezelf opmeten om te kijken hoe zwaar je woog. Voor de training hebben ze een paar plakketjes om het vloeistof zeg maar, op te meten. Dat hebben ze op mijn lichaam geplakt. Ja, ik denk dat ze zo gaan kijken hoeveel ik moet drinken. Arriving to training hydrated and preventing significant dehydration as a consequence of sweating during exercise are some of the simplest yet most effective ways the players can maintain their performance. Iedereen weet als je te veel vocht verliest tijdens de inspanning dat het je prestatie beïnvloedt. En de kans op blessures daar ook groter is, dus we zijn daar heel gericht mee bezig. For Gatorade, it's important to educate the players and the coaches that not only fluid losses, but also the composition of the player's sweat can vary significantly between players, even within the same squad. Als je water te veel drinkt, dan stop je met drinken. En Gatorade vind ik lekker om te drinken, dus dat drink ik gewoon door. En ook als je te veel drinkt, dan blijf je gewoon doordrinken omdat het lekker is. If we have knowledge of the player's individual fluid and electrolyte losses during exercise, it will enable us to tailor individualized drinking plans for the players to follow before, during and after training and games. Als we de resultaten terugkrijgen, dan zullen we zo gericht mogelijk individueel advies maken voor de jongens. En we zullen dan kijken of we in de samenstelling van de Gatorade met een beetje plussen of minnen de samenstelling zo ideaal mogelijk kunnen krijgen voor elk individu. Ik zal kijken wat ze me adviseren om te doen. Als ik meer moet drinken, dan zal ik dat doen. Als ik minder moet drinken, dan zal ik dat doen. Dus ja, ik ga het advies gewoon goed opnemen en proberen uit te voeren. Dankjewel. Hey Bruno! Hey!